Goeiedag, dit is alweer de vijfde aflevering van Boekenwijs.nl. Het is het nieuwe jaar 2012, dus de beste wensen. Ik sta hier overigens voor het monument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog in het Van Pelkwijkpark in Zwolle. Het is een soort symbool voor de gevallen, het beeld wat net zichtbaar was. Nou, daar komen we straks op terug. Ik ga het hebben over het boek The Master and His Mystery van de man, een Schotse psychiater met een hele moeilijke naam, Ian McGilchrist. En de subtitel is The Divided Brain and the Making of the Western World. Waar hij het over heeft is het feit dat onze hersenen zijn verdeeld in links en rechts, de linker en de rechter hersenhelft. En die twee hersenhelften hebben een hele verschillende kijk op de wereld als het ware. Die hebben een verschillende functie. En als psychiater weet hij daar heel veel van en heeft hij daar ook echt ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. Het boek is ook dik beschreven met kleine lettertjes. En in die zin een zeer doorwrocht werk. En de titel slaat op een soort fabel van Nietzsche, waarbij de master zijn emissary, wat in feite afgezand is, die geeft hij in feite macht. Alleen op een gegeven moment neemt die afgezand de macht over. En in die zin denkt hij van oké, ik heb het rijk alleen en hij probeert dus de master probeert hij van de troon te stoten. En in feite is dat een parabel voor de linker hersenhelft, hè, de afgezand, de tolk, die denkt dat hij de rechter hersenhelft niet meer nodig heeft. En dat is in feite de boodschap van McGilchrist, dat in onze moderne wereld de linker hersenhelft de overmacht heeft gekregen en in feite niet meer in balans is met de rechter hersenhelft. Goed, dat was even, ik had de witte hoed van de informatie op, dan zet ik nu de blauwe sjaal op van het denken. Eigenlijk het hele boek gaat natuurlijk over denken en over de hersenen. En ik zal nog even wat verder ingaan op het verschil tussen links en rechts. Links is in feite de plek ook waar de taal zit. Dus woorden, symbolen, het abstracte. Daar is links heel erg goed in. Hij noemt ook de linker hersenhelft de tolk van de rechter hersenhelft. De rechter hersenhelft die heeft het meer over de boodschap. Van wat wil je zeggen? Het geheel. Je kunt ook zeggen dat links houdt van ophakken in stukjes, hè, reductionisme, terwijl rechts meer gaat over het geheel, holisme. Van, die krijgt in één keer door wat er aan de hand is en die is niet, houdt zich niet bezig met details, waar links zo heel erg van houdt. Nou, zo zijn er nog heel veel verschillen te noemen tussen links en rechts. Maar goed, dan moet je het boek maar lezen, want dat gaat even te ver hier. Oké, dan ga ik nu verder met de gele hoed. En dat is de hoed van het positieve. In feite is ook, dat is ook een linker hersenhelft eigenlijk, dat is dat hij positief is, optimistisch. Nou, positief aan het boek vind ik van, hey, je leert heel veel over om op een bepaalde manier te kijken naar de wereld. Wat hij dus ook in het tweede deel doet, is dat hij kijkt naar de geschiedenis. Echt, nou, wel de westerse geschiedenis. Dan begint hij met de Grieken. Zegt hij, nou, dan was er een periode dat de rechter hersenhelft en de linker hersenhelft nog helemaal in balans waren. Soms zelfs dat de rechter hersenhelft de overhand had, kunst, het lichaam is heel belangrijk voor de rechter hersenhelft. Vervolgens krijg je de Romeinen, dan krijg je meer de bureaucratisering. In feite is dat ook heel erg iets van de linker hersenhelft. Nou, dan krijg je op een gegeven moment de middeleeuwen en uiteindelijk de renaissance. En in de renaissance komt weer de rechterhersenhelft, komt terug. En dan heb je echt schilders als Michelangelo en Da Vinci. En die werken ook heel erg met hun intuïtie en met hun rechter hersenhelft. Dus je krijgt elke keer in de geschiedenis, schetst hij zo een soort slingerbeweging van links naar rechts. En nou goed, wat hij dan uiteindelijk zegt is dat we nu in de moderne tijd, in een tijd leven waarin links de overhand heeft. Ja, we zijn helemaal virtueel, internet, het is allemaal systemen. En
Hij zegt zelfs, en dat is een beetje, en dan doe ik even de rode hoed van de emotie op, van het is eigenlijk een beetje een angstwekkend beeld wat hij schept. Van, hij zegt, het kan ook te ver gaan, het kan doorslaan. Links kan denken van, ik kan het allemaal zelf en ik heb rechts niet nodig. En vervolgens leven we in een wereld waarin uiteindelijk niemand gelukkig is. Dus emotie die je dan krijgt is een soort angst misschien de angst die je rechter hersenhelft heeft van ik word helemaal weggedrukt, ik word niet meer gewaardeerd. En die systeemdenkers, de ICT'ers, de technocraten, die nemen het over. Dus die emotie komt dan een beetje door. Nou, pak ik dan de zwarte hoed van de negatieve, van de kritiek. Ja, kritiek die ik heb is van, het is wel heel erg zwart-wit, links-rechts. Ik noem een voorbeeld, in de geschiedenis gaat hij terug naar de nazi's. Hè. Ik sta hier voor het monument voor de Tweede Wereldoorlog, het fascisme. Hij zegt, nou, dat was echt een tijd, linker hersenhelft, systemen, de manier waarop de nazi's te werk gingen, super systematisch, linker hersenhelft overheerst. Maar ja, dan kun je ook zeggen, ja, de nazi's hadden ook bloed om bodem. De Körper-ideologie, het lichaam, en dat is juist weer heel rechter hersenhelft. Dus ja, zo zwart-wit als hij het soms laat voorkomen, ja, dat is het volgens mij niet. Dus dat is even een puntje van kritiek. Nou, ik eindig met de groene hoed. En dat is de hoed van de creativiteit. Typisch een rechter hersenhelft eigenschap. Wat kun je ermee? Nou, één ding wat ik ervan geleerd heb is, hij zegt, dus je moet eigenlijk van rechts naar links naar rechts gaan. Dus de rechter hersenhelft begint. Hè. Ik noem even het voorbeeld van van koken. Je hebt een gerecht geproefd. Dat vond je heerlijk. Nou, dat is de rechter hersenhelft. Die proeft, die heeft gewoon in één keer door, ja, dit vind ik lekker. Nou, vervolgens dan wil je dat gaan koken. Dan moet je de linker hersenhelft aan het werk zetten. Dan moet je aan ontleden van, nou, welke ingrediënten heb ik nodig. Hè, moet je gaan kopen. Je moet het allemaal gaan organiseren. Absoluut iets waar je linker hersenhelft voor nodig hebt. Maar vervolgens, hè, dan ga je het bij elkaar gooien. En dan is het nog niet leven. Dan is het nog een verzameling onderdelen. Dus de linker hersenhelft is niet in staat om dat tot één geheel te pakken. En daar heb je dan weer de rechter hersenhelft voor nodig. Dus dan ga je weer proeven en dan ga je weer kijken, oké, hoe vind ik het nou? Moet er wat peper bij? Moet er wat zout bij? Dus dan zit je weer op de rechter hersenhelft. Dus dat is het ideale. Van rechts naar links naar rechts. Dus dat is denk ik een heel goed. Een ander ding, omdat wij nu leven in een tijd waarin de linker hersenhelft de overhand heeft, en dat geldt voor mij ook, ik heb natuurkunde gestudeerd, dus dat is mij niet vreemd, moet je eigenlijk de rechter hersenhelft helpen, stimuleren. En hij zegt, kijk daarbij bijvoorbeeld naar Oost-Azië, Japan noemt hij, China. In die culturen is het veel meer geïntegreerd. Daar heeft de linker hersenhelft niet zo die overhand. En daar is men veel dichter bij zijn intuïtie. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de opkomst nu van meditatie, mindfulness, dat zijn eigenlijk allemaal elementen of stromingen die bedoeld zijn om die rechter hersenhelft als het ware weer te helpen om niet zozeer de macht over te nemen, maar om de balans te herstellen. Dus dat zijn eigenlijk dingen die je zegt van, nou ja, dat heb ik ervan geleerd en daar kun je wat mee. Concluderend kan ik zeggen, een heel interessant boek. Het was een zware pil. Ik heb er echt, het is niet voor niks dat ik een week later deze video opneem dan ik bedoeld had. Omdat het gewoon heel veel werk was. En het is ook in het Engels. En nou ja, dat is voor veel Nederlanders toch lastig. Dus ik hoop dat er een vertaling komt in het Nederlands. Want het is echt een zeer waardevol boek. En eigenlijk zou iedereen dit moeten lezen en dit moeten weten. Dus dat was het voor deze week.